In Voorburg bouwde Rob Houweling de afgelopen weken in een klassiek jaren 30 pand een open haard waarin klassieke elementen zijn gecombineerd met een moderne, strakke uitstraling. We zijn op de KW-laan in Voorburg. En, het is een oud huis, jaren 30. Ja, geweldig, je kan ermee doen wat je wil. En je ziet ook dat intern met die open haard dat je een moderne look kan maken. Wat weer nieuw is, zijn de zwarte vuursteen met een mooie hardstenen rand. Hier komt nog een aflaan en rooster in. En denk nog een week of vier, dan mag die aan. Als mensen tegenwoordig denken aan open haarden, denken ze niet meer direct aan de traditionele stijlschouwen van vroeger. Momenteel is de moderne gestukte haard voor veel mensen de favoriet. Deze klant wilde zo'n moderne haard, maar liefst ook met wat klassieke elementen die passen bij de sfeer van het huis. Nou, ze hadden al aardig op internet gezeten, op onze site. En daar staat dit ook op natuurlijk. Maar deze bouwen we toch minimaal één keer in de maand. Het is gewoon een topper. Die vuursteen is bijna tegen zwart aan. En dat geeft toch wel weer een oudere look, dat je toch iets behouden hebt van pand. Ja, dit is pas binnen, deze vuursteen. Dat is geweldig. Dus, kan ook in witte vuursteen of in geel. Dus we hebben drie keuzes. Ja. Alleen ik persoonlijk, dat is mijn idee, zou dit deel terug laten springen, dan lijkt die kleiner. Dat vind ik mooier. Maar goed, de klant is koning, dus we doen wat ze willen. Maar als je hem hier terugspringt en naar achteren terugspringt, dan kan je er nog wat opzetten en dan lijkt het kleiner. Maar als alles klaar is, zal het best wel mooi staan. De klant ontmoet erop in zijn nieuwe showroom Bouw 070, waarin hij samenwerkt met verschillende andere ambachtelijke vakmensen op verschillende gebieden van wonen en interieur. Door het bezoek aan de showroom maakte de klant op natuurlijke wijze ook kennis met die andere vakmensen. Ja, dat was heel grappig. We hebben op vrijdagavond koopavond in onze toonzaal. En die mevrouw kwam binnen en die zag natuurlijk al het werk van die ondernemers in Wouw. En de Italiaan bijvoorbeeld met granietwerk. Vloerverwarming zag ze. Ze zag zoveel. We kwamen in gesprek. En toen zegt ze, we zijn klaar. Ik ga al die mensen benaderen. En die gaan bij mij aan het werk. Dus ze hadden het vertrouwen door de toonzaal. Het werk is toch wel goed, daar gaat het niet om. Maar als je een mooie toonzaal hebt, heb je gauw het vertrouwen van de klant. Dus wie is er aan de gang gegaan? De Boers met vloerverwarming. Jeco met alle balken vernieuwen. Die waren allemaal verrot. Hier zit nu een betonnen vloer in met betonnen balken. Met isolatie. Fabrizio is in de gang bezig met het ouderwetse graniet uit de jaren 30. Anton is boven op het dak bezig. En er is een dakdekker bezig. Dus ja, een stuk van Wouw is hier aan het werk. En allemaal voor de eigen rekening. Dus het scheelt de klant ook een hoop geld. Want een aannemer, laat maar eerlijk wezen, die moet ervan leven. Vinden ze niet leuk om te horen, maar het is nou eenmaal zo. Het betrekken van de andere vakmensen van Wouw 070 ging eigenlijk vanzelf. Want tijdens de werkzaamheden kwam geleidelijk aan boven water wat er eigenlijk allemaal nog meer moest gebeuren. Het mooiste verhaal is dat ik kwam hier zo. En er had iemand een open haard gebouwd. Ja, misschien had die man het wel zelf gedaan. Dat denk ik haast wel. Dus ik ga het slopen. Staat het linkerdeel, het rechterdeel, staat niet op de fundering. Toen moest alles weg. Ja, toen kwam ook uit dat die balken lagen verrot waren. Dus toen moest ik weer wachten met bouwen. Want Jaco had de betonbalken erin gemaakt en de fundering. En toen kon ik pas weer verder. Dus nu staat die pas op de fundering zoals het hoort. Maar bel je een ander bijvoorbeeld. Oh meneer, ik bouw dat haartje er wel in. Nou, die vuurbak gaat scheuren. En als een vuurbak scheurt, gaat die lekken. Kun je weer opnieuw beginnen. Dit is ongeveer 4 dagen werk. We kwamen hier zo. Dus zou er alleen een vuurbak ingemaakt worden. Dus we gaan slopen. Hingen er links gipsblokken, rechts gipsblokken. Daar een stukje verdering en daar een stukje verdering. En waarom? Dit is vroeger kamer en suite geweest. Dus ze hadden die oude haard gewoon in de lucht gebouwd in principe. Nou, vrij van de verdering. Wel op de verdering, maar hij werkte niet. Omdat dit de kamer en suite is geweest. Als je hier een plaatje beton en daar een plaatje beton. Maar dat moet één plaat zijn. Dat is het verhaal. Ja, hier hebben twee haarden gestaan. En die verderingen waren apart. Maar omdat deze in de midden komt te staan, moet je hem op één verdering maken. Want als die vuurbak gaat scheuren, gaat de haard lekken. Nou, dat oude haartje, dat heb ik denk die vorige bewoner zelf erin gemaakt. Want het hele huis was, doe het zelf hier zo, anders hadden we hier niet gestaan met z'n allen. En dat was toch een soort ingenieur ook, wat de vorige bewoner zei. Nou, het was helemaal niks natuurlijk. Dus ja, het is wat meer werk geworden.
En tijdens het slopen bleek ook dat de balklagen verrot waren. Die hingen gewoon bij wijze van spreken in de lucht. Dus alles is eruit gegaan. Er zijn allemaal nieuwe betonbalken in, gelijk met een isolatiepiepschuim. Daar leggen netten overheen, daar leggen weer de vloerverwarming overheen. En toen werd de vloer erin gesmeerd. Om zo'n haard te kunnen bouwen is het wel belangrijk dat het rookkanaal helemaal goed werkt. Anders komt straks de rook in de kamer. Daarom wordt voordat aan het bouwen wordt begonnen altijd eerst het rookkanaal getest. Nou, voordat we beginnen, anders beginnen we er niet aan, wordt die eerst getest. Dat doet een aparte firma, want dat moet zeg maar, dat ik er geen belang bij heb. Zo is het, hè? Want zo moet je het doen. Hè? Nou, deze is goedgekeurd. En dan boven op het dak zat een klein potje. Als je dat potje er niet uithaalt, doet die haard het straks nog niet. Als je 5 keer gestookt hebt en je zou het er niet uithalen, wordt het hele plafond zwart. En daar komt een pijp op met een kap. Dan kunnen er gelijk geen vogels in. Dus. En dan wordt die betonplaat weer gerepareerd. En dan ga je pas een haard bouwen. Nooit eerder. Het kanaal was hier goed, is het niet goed? Ja, dan moet alles eruit tot aan het dak. Maar ja, dan ben je er wel voor je leven lang vanaf, dat wel. Inmiddels is de haard klaar. Maar nadat die gebouwd is, moet het werk zo'n 4 à 5 weken drogen. En pas daarna kan de haard worden aangestoken. 5 weken drogen. En dat duurt heel lang als je erop zit te wachten. Dit huis is nog niet klaar. Maar als je in een bewoond huis een haard bouwt en ze moeten 4 weken wachten. Oh, dat is een tropenweek. En soms neem ik een flesje Prosecco mee. Dan gaan we op zondagmiddag met de klanten aansteken. Vinden ze heel leuk. Dus, Nou, alvast voor straks, als ook alle andere werkzaamheden klaar zijn. Proost. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door robhouweling.nl.